Es increíble cómo ha subido tanto. Don Julian die spreekt ervan dat elke 10 à 15 jaar zoiets gebeurt, dus dat het water tot hier komt. Maar dit is echt ongelooflijk, hoe het waterpeil gestegen is. Dat is echt ongelooflijk. ¿Ves? Él habla español. Pero normal, ¿ves? La carretera está cubierta de agua ahorita. Y ayer se tiró un carro, un camioncito, quedó así. Es increíble esta gran llena, ¿ves? Se da a veces cada... aquí podemos llevar uno de ellos tomando fotografía. Yeah, yeah. Don Julian die zegt dat je gerust hier kan komen zitten om nog beter foto's te nemen. Je kan hem ook op de top zetten onder water. Bepaalde stukken nog niet helemaal, de rest allemaal. Oeh, puta! Kun je dat zo zeggen? Pero también hay muchos más gastos de dinero, se lo toman el licor. Pero ellos viven del río, el río no está muy bien. Para sanarte y para...
dan nemen we deze stukken, die zijarmen zeg maar, van de Petit Bafoon rivier, om de natuur nog meer te kunnen appreciëren. Dat is inderdaad, je kunt zeggen, dat is een soort extraatje. Als de mogelijkheid daartoe is, dan doen we dat. Dat is Julian, de zoon van Don Julian en zijn kleinzoon. Is dat zijn zoon? Zijn kleinzoon. Ja, ja. Hoe deze Tom Julian steeds quinina thee op om malaria te vermijden. Als ik moet dat weten. Om te genezen of om te voorkomen. Ja, de jungle langs El Paredon, dus de natuurlijke muur, zeg maar. Mijn kever, ja, iets groter. Ja, ja. Mijn kever, maar groter. Koeperhuis, ik dacht een soort van scarabee. Dat is waar. Het is tegenlicht. Als je erop let, kan je in de verte even aan die brulaap horen. Van de moorden ook, hè? Ja, ja, ja. Ja, een totil ook. Ja, maar het tegenlicht is niet goed. Dan de buur aan de andere kant met in dit. Aan de kant. Ik ben nog aan. Dat is toch hier een zeil op een eigen smeten, precies. Ja, ja. Ik weet niet dat hier nou terecht gekomen is. Ja. Ja. Bijna, of helemaal. Nee, bijna. Om even te pauzeren en te genieten van het mooie zicht hier op de op een stuk van de Pétain-provincie. Ja. Es el que hace la cueva en los barrancos, el dorobo. Una vez uno saltando, tres días buscando eso. Ya, oké. Oké, Paula, geen probleem. Het is daarom dat de bedoeling is dat je eerst eens kan kijken. Hè. Ja, hè. Ja. Dat was een stukje baardekje. Het was
Allemaal wat van de land. Echte rust, stilte dat je hier ervaart. Ja. Een mooie, cruel dictator, megalomaan. Hoe is dat verder dan? Jorge Ubico. Los de la Candona. Dus na de Aguateca-beschaving is Aguateca wel nog bewoond geweest door de Lacandones. Pimienta. Ja, kijk mensen, de blaadjes van de peperplant. Ja. Pimienta. Ja. Genoemd wordt. De archeologen hebben hier heel veel stenen teruggevonden om cacao en maïs en bonen te pletten. En de Ramon vrucht ook van In la laguna. Sí, va. No hacen daño. Cuando saltan de un lado a otro, ¡ja, qué belleza! Ah, con los señores del 19 de septiembre, vimos que las ramas se hacían así, ¿vete? Y él y se fue volando. No, esa gente gozó. Y lo agarró con la cámara en el aire. Sí, gozó. Y el chofer era nuevo, pero muy bueno, muy bueno. Sí, don Mario. Don Mario, sí, muy, muy bueno. Sí, buena gente, muy buen piloto también, sí. Pero alguna vez creo que me costó más corta. Y alguna vez por agarrar puntería, papá. Sí, o sea, a ver quién pega. Pero hacerle daño, ¿no? Es feo. Pero tenemos dentro del grupo de ellos, está dentro del grupo de la Policía Nacional Civil, está la policía, la de protección al medio ambiente, la CEPRONA, sección de protección. Lo que pasa es que no tienen cómo movilizarse, no tienen lancha, no tienen motor. Está, pero la de protección al medio ambiente. De 1 a 2 a almuerza y de 2 a 7 sigue trabajando, llega a su casa y todavía no termina y pierde las 10 y se va a 5. Su vida es muy esclavizada por la empresa, sus domingos, sus todo. Y sí, yo creo que a veces que han estresado, cansado, que... Ellos aquí han venido familias de brujas. Los mapas, los folletos. Sí, sí. En español. Sí, sí. Okay. Visitemos todavía allá. Ah, sí. We gaan nu even naar het huis hier. Señora importante. Prinses. En kijk mensen. Alleen merci, maar ik blijf. Ja, perfect hè, mooie krulletjes. Ja. Heel veel gezegd hè. Alleen bedankt. Ja. Mooi. Wat kunnen we nog? Bedankt, Paula. Ja. Vrouwen zijn van alles. Ik heb hier reeds voordien net verteld hetgeen Don Julian nu zegt. Hij dus waarvan de wortels, de connectie met de onderwereld, de inframundo of Xibalba vertegenwoordigen, de boomstam, het leven op aarde in de tegenwoordige tijd en de vertakkingen, een stuk de connectie met het hiernamaals. Dit is een zeer indrukwekkende, prachtige ceibaboom. Als jullie willen, dan nemen we... De ceicento van Salatocento, dus voor de priest of zo. Die wij maar zeggen, dat zeer aanstaan met je. Ja. Dus achter deze tempel, die hier onder de vegetatie zit, loopt er een natuurlijke brug, die men dus van het jaar 600 tot 800 jaar hier naar Ceibal, salir a las 4 de la tarde, llegar a las 5, subir, y bueno, por si andaba ese día a cabo al aire. No me arriesgué. Sí.
que no pudo venir y mandó otro conductor de vez. Qué mal. Thank you.